Ibrahim heeft twee hardwerkende ouders die geen tijd hebben om te helpen met zijn huiswerk. Hij spreekt thuis geen Nederlands en daarom heeft hij een taalachterstand. De kans is groter dat hij straks VMBO-advies krijgt, dat er geen geld is voor een dure examentraining en dat hij geen stage kan vinden omdat zijn achternaam El Yassoud is. Ibrahim gaat iedere dag met plezier naar school. Maar hoe hard hij ook zijn best doet, hoeveel uren hij ook zijn huiswerk maakt, de droom dat hij alles kan bereiken, is een leugen. Kijk naar Ellie. Zij ging al vroeg naar de kinderopvang, krijgt goed eten mee naar school en heeft later een VWO-diploma op zak, een goede baan en een groot huis. Ibrahim en Ellie gaan evenveel uur naar school, houden allebei van buiten spelen, maken netjes al hun huiswerk, maar toch hebben ze een hele ongelijke kans. Vanwege het opleidingsniveau van hun ouders, het inkomen van hun ouders en vanwege hun kleur en hun naam. Dit kan en mag niet gebeuren. Daarom komen wij in actie met gratis kinderopvang voor Ibrahim en Ellie. Een schooldag met huiswerkbegeleiding, sport en een gezonde lunch. En je hoeft niet op je 12e al te kiezen of je naar het VMBO of de HAVO gaat. Maar je krijgt alle ruimte om je talent te ontwikkelen. Zodat ieder kind kan worden wat hij wil.